Hallo allemaal, ik ben Kaan Stolk en yes, het is alweer tijd voor een Right to Play playbreak. Ik neem jullie vandaag mee in 4 spelende sportieve tips om deze tijden zowel mentaal als fysiek goed door te komen. Er zijn ook tips die ik gewoon dagelijks en heel vaak eigenlijk gewoon toepas in deze moeilijke tijd. En ik vind ze heel erg fijn en heel erg handig. En ik hou van spelen, ik hou van sport. En dat wil ik heel graag met jullie delen. Want spelen is niet alleen voor plezier. Het is zoveel meer. Het verbindt mensen. Het leert je dingen. Het geeft je vertrouwen en zelfvertrouwen om de dingen te kunnen doen die je wil doen. En daarom vind ik spelen ook echt zo erg belangrijk. Onze eerste tip. Nou, zoals ik zei, het gaat niet alleen over fysiek, maar ook een mentale tip. Wat ik elke dag toepas, en misschien duurt het maar 10 minuutjes, het hoeft niet lang te duren, is een stukje mindfulness. Ik gebruik het via een app, die heet Calm. En dat vind ik heel erg fijn, want het wordt ook begeleid. In principe, de betekenis van mindfulness is het terugkomen tot hier en nu. En je doet dat heel erg van middel van je ademhaling. Want je ademhaling heb je altijd bij je. Je kan altijd inademen, je kan altijd uitademen. Sluit je ogen, volg je adem in, volg je adem uit. Doe dat een paar keer en je bent al bezig met mindfulness. Ons playbreak spel vandaag heet In Balans. Samenwerken, elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Balans. En hier een klein voorbeeldje van ik samen met mijn vriendin. Om het spel te spelen heb je in ieder geval 2 mensen nodig. Jezelf en iemand anders. En voor de rest helemaal niks. Het is een leuk spel. Je begint tegenover elkaar. Je kijkt elkaar aan, je voeten staan op schouderbreedte, je pakt elkaar bij de polsen vast en in eerste instantie probeer je elkaar uit balans te halen. Een beetje duwen, trekken, links, rechts. Degene die als eerste zijn been verzet, die verliest. Vervolgens, we gaan van uit balans willen we in balans. Hetzelfde begin, je staat tegenover elkaar, voeten op schouderbreedte, pak elkaar bij de polsen vast en dan ga je samenwerken om in balans te blijven. Dan naar een plank, even naar achter. Downward dog noemen ze het. Nou, mijn volgende tip is om elke dag, of in ieder geval door de dag heen, om even te bewegen. Hoeft niet zwaar te zijn. Gewoon lekker rustig een landtraining of een yoga doen. Als je wat inspiratie zoekt, er zijn heel veel YouTube filmpjes. Heel veel filmpjes via TMNL die ook geweldige workouts hebben. Hier zijn 3 oefeningen die ik geweldig vind om ook dagelijks te doen. En lekker in cobra, wat wij noemen. Ja, het hoeft niet lang te duren, 5 minuutjes is genoeg. Maar gewoon even zorgen dat je lichaam in beweging komt. Dat je je eindstanden haalt en dat je de dag gewoon goed tegenaan kan gaan. Nou, mijn volgende tip en iets wat ik ook heel veel toepas, is om buiten een stukje te wandelen. Het is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook gewoon mentaal om even naar buiten te gaan. Even een frisse neus. En misschien vind je wandelen niet zo leuk. Ik namelijk ook niet. En zo heb ik ook 2 andere manieren gevonden om buiten lekker te kunnen wandelen en toch bezig te zijn. Ik ben heel erg fan van Pokémon Go. Dus ik heb de app op mijn telefoon. En zo ga ik zeg maar stukjes wandelen om Pokémon te vangen. Misschien voor de kleintjes is het ook leuk om op berenjacht te gaan. En dat klinkt spannender dan wat het is. Heel veel mensen hier in de buurt hebben een teddybeertje voor hun raam gezet. En zo kun je als je stukjes gaat wandelen op jacht gaan naar teddyberen. Misschien kun je einde van de dag tellen hoeveel beren jij hebt gevonden. Nou, dit waren mijn 4 speltips. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel sterkte. Maak een filmpje van je playbreak. Tag mij erin. Stel je hebt nog vragen, reageer dan hieronder. Stel je wil nog meer weten van die playbreaks, zoek het dan op via de Right to Play site. Righttoplay.nl/playbreak.